kinderen, jullie in het bijzonder. Jullie komen hier in de kerk om te zingen. Ouders, fijn dat u mee bent gekomen. Een aantal in de kerk, maar ook een groot aantal die met ons verbonden zijn via de media. Gemeenteleden, andere belangstellenden. Fijn dat jullie allen de tijd hebben genomen om samen met ons deze avond psalmen en liederen te zingen. Zing thuis ook gerust mee. We willen eerst de Heere vragen of hij deze avond wil zegenen. Heere, God in de hemel, u die zo hoog in de hemel woont. We aanbidden u, omdat u alle macht hebt en regeert. Dank u wel dat u ons hier en thuis bij elkaar gebracht hebt om te gaan zingen over u. Wat is het een voorrecht dat we in een land leven waarin we in vrijheid mogen bidden en Bijbel lezen. We bidden u voor de landen waar mensen niet in vrijheid bij elkaar mogen komen en zelfs niet mogen bidden en Bijbel lezen. U geeft ons uw woord waaruit we mogen lezen en waaruit we mogen leren wie u bent. Dank u wel. Dat hebben wij niet verdiend. We willen u vragen of u het ons wil vergeven dat we u zo vaak vergeten en zonde doen tegen u. Geef ons alsjeblieft een hart wat gericht is op u en wat tot eer van u wil leven. We bidden u voor degenen die niet bij ons zijn, die dat graag wel hadden gewild. Als er ziekte is of andere omstandigheden, wilt u in ieder geven wat nodig is en bovenal uw vrede geven. We willen u vragen of u ons wilt helpen vanavond bij het zingen. Als we alleen moeten zingen, als we in het koor zingen en ook als we thuis zingen. Wilt u ook helpen bij het dirigeren, bij het spelen op een instrument, bij het regelen van alles. Mag het zijn dat alle stemmen die zullen klinken uw naam groot zullen maken en dat we u mogen eren. Dit alles bidden en danken we u, om Jezus wil. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens 's avonds in het donker naar de lucht gekeken. Doen jullie dat vanavond ook maar? Het is helder weer. Wat zijn er veel sterren? Wat kun je je dan klein voelen, hè? Als je bedenkt dat de lucht zo hoog is en de sterren zo ver weg. Dat zag de dichter van deze psalm, David, ook. Hij keek naar de lucht en naar de sterren. Hij werd zo verwonderd over de macht en glorie van God. Hij schreef er een lied over, Psalm 8. We hebben dat net gelezen. David weet dat de Heere God al die sterren en de maan gemaakt heeft. En nog meer. De dieren, het land, alles.
Wat is hij machtig? Veel groter dan alle mensen en kinderen. Sterker dan een leger. Machtiger dan de grootste koning hier op aarde. Hij is goed en groot. Wij doen vaak verkeerd en zijn zo klein. Als je dat bedenkt, wat is het dan bijzonder dat God elke dag weer voor ons zorgt en voor zijn schepping zorgt. De Heer zorgt niet alleen voor ons, nee. Er staat in de psalm wel 2 keer dat de macht van de Heer groot is, overal op aarde. Wat geeft dat kracht en troost? Als je merkt dat je zo snel de Heer vergeet of verkeerde dingen doet. Als je verdrietig bent, als je bang bent of onzeker. De grote God in de hemel denkt aan jullie, aan kleine mensen en kinderen op aarde. Daar zingt David over. Daar zingen jullie vanavond over. Jullie mogen anderen laten horen dat de Heere regeert. Dat Hij alles gemaakt heeft. Dat Hij overal boven staat. Maar ook biddend zingen of de Heere wil helpen met zijn geest. Liefde in ons hart wil geven en ons steeds weer en steeds meer wil trekken tot Hem. Dat hebben we allemaal nodig, jong en oud. En de Heere wil het ons geven. Wat een wonder is dat. We hebben het aan het begin van de avond al gehoord dat onze verwachting van de Heere mag zijn. Elke dag weer. Ook als dingen soms anders gaan dan anders. Dan mag je weer omhoog kijken naar de sterren. Dan mag je weten, of je nu jong of oud bent, dat de Heere God in de hemel naar ons wil zien en aan ons denkt. Vol verwondering en dankbaarheid mag je het dan uitzingen. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Thank you.
Afrika, naar Soedan. Daar loopt een jongen. Zijn huid is donker. Hij is ongeveer iets ouder dan jullie. Wat is die jongen aan het doen? Gaat hij naar school? Nee, hij gaat niet naar school. Heeft hij dan misschien vakantie? Nee, hij heeft ook geen vakantie. Hij zit zelfs niet eens op school. Hij kan en hij mag niet naar school. Abel, zo heet het jongetje, hij loopt op blote voeten. Hij heeft een stok in zijn hand. En voor hem lopen een aantal koeien. Hij moet eten gaan zoeken voor de koeien van zijn vader. Elke dag weer. Dat is zwaar werk voor een kleine jongen. Iedere dag in de brandende hete zon, op blote voeten door de bergen. Bovendien is het ook erg gevaarlijk in de bergen. Er is daar al jarenlang burgeroorlog. Dat betekent dat mensen uit hetzelfde land tegen elkaar gaan vechten. Hij voelt zich nooit veilig als hij op pad is met zijn koeien. Hij durft niemand te vertrouwen en hij is blij als hij 's avonds weer veilig thuis is. Abel zal nooit leren lezen en schrijven zoals jullie. Hij moet namelijk werken voor zijn vader. Toen hij ongeveer 16 jaar was, kwam hij de angst dat hij opgepakt zou worden. Dan moet hij soldaat worden en dat wil hij niet. En dan moet hij meevechten in de oorlog. Hij heeft een donkere huid, een donker bestaan en een donkere toekomst. Ja, en het wordt nog donkerder voor Abel. Op een dag wordt hij vlakbij zijn huis iemand vermoord. Zomaar op klaarlichte dag. Die man was gewoon bezig met zijn werk en toen werd hij doodgeschoten. Abel wordt bang, heel erg bang. Straks wordt hij ook vermoord. Abel moet daar steeds aan denken als hij op pad is met de koeien. Dan op een dag groeit er een plan in zijn hoofd. Hij gaat weg bij zijn vader en bij zijn koeien. Hij durft hier echt niet meer te blijven. Hij verzamelt stilletjes zijn wat eten. Hij telt al het geld dat hij heeft, maar dat is niet veel. Hij stopt wat kleren in een rugtas. Alles neemt hij mee als hij de volgende dag weer de bergen intrekt. Maar de volgende avond komt Abel niet thuis. Hij is gevlucht. Zijn koeien heeft hij achtergelaten. Hij trekt de bergen door. Overdag loopt hij en 's nachts. Overdag verstopt hij zich en probeert dan wat te slapen. 's Nachts reist hij verder. Hij heeft soms dagenlang geen eten. Hij zoekt naar eetbare paddenstoelen en andere planten en wortels. Heel vaak heeft hij ook erg dorst. Dan komt hij bij de grens tussen Soedan en Libië, een ander land. Nu moet hij heel voorzichtig zijn, want er staan overal soldaten die de grens bewaken. Maar gelukkig, het lukt hem om veilig de grens over te steken. En dan gaat zijn tocht weer verder. Hij komt veilig aan in Libië. Maar hoe moet het nu verder? Hij sluit zich aan bij een groepje vluchtelingen die de Middellandse Zee willen oversteken. Abel hoopt dat zij hem kunnen helpen om een goed schip te vinden. Hij mag met hen mee naar een huis waar ze zullen blijven tot er een schip is dat hen naar Italië zal brengen. Hij hoopt dat hij nu eindelijk weer eens lekker kan slapen, maar dat valt tegen. De kleine kamer waar hij moet slapen is mutvol. Het is er vies en het stinkt er verschrikkelijk. Er zijn geen bedden en er liggen zelfs geen matrassen op de grond. Dekens en een lekker dekbed zijn er ook niet. Hij mag de kamer niet uit, zelfs niet om naar de wc te gaan. Dagenlang duurt het wachten in de vieze kamer. Soms begint er iemand te huilen of te mopperen. Abel heeft al snel in de gaten dat je dat niet moet doen. Als je te veel herrie maakt, dan komt er iemand met een zweep of met een stok en dan krijg je een pak slaag. Hij heeft zijn tas en zijn geld afgegeven in ruil voor een bootreis. De donkere Abel hoopte op een beter bestaan, maar het lijkt wel of het steeds donkerder wordt voor hem. De tijd in die vieze kleine kamer, voor ruzie de mensen, lijkt eindeloos te duren. Maar dan, midden in de nacht, komt er iemand de kamer binnen met een lantaarn en roept: "Opstaan, we gaan vertrekken." Iedereen staat zo snel mogelijk op. Ze kijken naar de deur waar een man staat die hen naar de haven zal brengen. Abel en de anderen volgen de man door donkere straatjes. Dan komen ze bij de haven. Er liggen 5 oude rubberboten met een buitenboordmotor. Daar worden ze naartoe gebracht. De boot is niet groot. De man die hen naar de haven bracht zegt ze dat ze nog dichter op elkaar moeten gaan zitten. De anderen moeten ook nog mee.
Maar dan eindelijk, dan kan er echt niemand meer bij. De motor begint te draaien en dan varen ze de haven uit, de zee op. Voor het eerst van zijn leven zal Abel de zee zien. Eerst is de zee wel rustig. Het schip gaat zachtjes heen en weer op de golven. Maar dat duurt niet lang. De golven worden hoger en hoger, steeds wilder. Abel krijgt buikpijn. Dat komt niet door de honger, het komt omdat hij zeeziek wordt. Zijn maag doet zo raar, hij moet overgeven. Bah, wat voelt Abel zich vies en ellendig. Zijn huid is donker en hij voelt zich donker en somber. En hij is heel erg bang op deze wilde zee, in de donkere nacht. De golven slaan over de boot heen. De meeste mensen op het dek worden kletsnat. Abel is blij dat hij niet te dicht aan de kant zit. Stel je voor dat hij eraf zou vallen. Dat zou erg zijn. Hij kan namelijk niet zwemmen. Au! Er trapt iemand tegen zijn rug. Hij heeft het zo koud. Dan trapt er iemand op zijn handen. Hoe lang gaat deze reis duren? Abel is zo bang en ook zo moe. Eindelijk begint het wat lichter te worden. Abel ziet dat de golven van de zee heel hoog zijn. Het schip gaat op en neer. Een man die aan de zijkant van de boot zit, komt overeind. Hij is ook zeeziek en moet ook overgeven. Maar dan komt er weer een golf. En de man probeert zich vast te grijpen. Maar het lukt niet, hij grijpt mis. En Abel ziet de man niet meer, hij is van de boot gevallen, de zee in. Stil begint Abel te huilen. Dikke tranen lopen over zijn wangen. Iemand gooit brood naar de mensen. Sommigen hebben nu wat te eten, maar lang niet iedereen. Er wordt ruzie gemaakt, er wordt gemopperd en gehuild. De hele dag dobbert de boot op de wilde zee. De andere boten ziet Abel soms dichtbij en dan weer ver weg. Dan wordt het weer avond en het wordt weer donker. Zo gaat het dagenlang door. Hoe lang zal deze reis nog duren? Eindelijk komen ze moe en uitgeput in Italië aan. De vluchtelingen worden naar een kamp gebracht waar ze voorlopig zullen blijven. Abel hoort dat er 3 van de 5 boten gezonken zijn. Die mensen hebben de overkant nog niet eens gehaald. Wat vindt hij dat erg? Eindelijk kan Abel weer eens wat uitrusten. Weer eens wat gewoon eten. Maar als hij hier een paar dagen is, wordt hij erg onrustig. Al die mensen in dat kamp, is dat waar hij naar verlangde? Van andere vluchtelingen hoort dat hij hier niet meer lang kan blijven. Engeland, daar moet hij heen gaan. Zo neemt Abel weer het besluit om weg te vluchten. Nu niet thuis vandaan, maar uit Italië. Uit het vreemdelingenkamp. Hij zwerft door Italië naar Frankrijk. Hij moet naar de zee, weer naar de zee. Hij komt in Frankrijk bij Calais in een vluchtelingenkamp. Daar hoort hij dat veel mensen proberen mee te liften naar Engeland. Nou, laat hij dat ook maar eens proberen. Hij kijkt uit naar een personenauto of een vrachtauto die hem mee wil nemen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Hij kan ook niet betalen voor het meerijden, want geld heeft hij niet meer. Eindelijk vindt hij iemand met wie hij mee mag. Hij kan de man niet verstaan. Hij spreekt een hele andere taal dan Abel. Maar hij is wel heel vriendelijk en hij mag meerijden. Daar gaat hij dan eindelijk naar Engeland. Maar eigenlijk weet hij niet eens goed waar hij heen gaat. De man rijdt kilometer na kilometer. Hoe lang zal het duren eer ze weer de zee zullen oversteken? Abel weet het niet. Abel heeft niet in de gaten dat hij een hele andere kant uit gaat. Hij gaat helemaal niet naar Engeland. Hij gaat België door, dan komt hij in Nederland en dan gaat hij richting Duitsland. Bij de grens van Duitsland moeten ze hun papieren laten zien. De auto wordt aangehouden, maar Abel heeft helemaal geen papieren. Hij mag Duitsland niet zomaar in en moet daarom mee naar de gevangenis in Nederland. Daar zit Abel. Hij heeft niets gedaan. Hij is alleen op zoek naar een plek waar hij veilig kan wonen en waar hij kan werken. Och, wat is hij verdrietig en bang. Alles is donker. Zijn huid, zijn toekomst en zijn hart. Na een maand wachten in de gevangenis wordt hij vrijgelaten. De rechter heeft alles over Abel onderzocht en heeft besloten dat hij in Nederland mag blijven. Dat is fijn, hij hoeft niet verder te vluchten. Er wordt een plaats gezocht waar Abel kan wonen. In Drachten is er een centrum voor vluchtelingen, dat noem je ook wel een AZC. Daar gaat hij naartoe. Eerst is het wel fijn, allemaal mensen bij elkaar die gevlucht zijn. Je begrijpt elkaar als je verdrietig bent. Je kunt elkaar allerlei verhalen vertellen. Je kan samen spelletjes doen en ze maken hun kamer schoon. Het lijkt
of er een lichtstraaltje komt in het leven van Abel. Maar na een tijdje begint Abel zich te vervelen. Om zich heen zijn veel andere mensen in het centrum die gestrest zijn. Veel mensen worden boos om niets en dan krijgen ze ruzie. En dan is er vaak geweld. Zo erg dat de politie erbij moet komen. Abel vindt het heel erg. Hij is eigenlijk nog helemaal niet veilig. Is hij gevlucht om zich in het land nog steeds onveilig te voelen? Als hij buiten het centrum komt, zijn er mensen die hem naroepen. Ga terug naar je eigen land, man. Wat doe je hier? De mensen zijn helemaal niet vriendelijk voor Abel. Wat erg. Hij wil graag werken en geld verdienen, zodat hij voor zichzelf kan zorgen. Maar dat mag niet. Het maakt Abel somber en verdrietig. Zijn huid is donker, zijn hart is donker en zijn toekomst is nog steeds donker. Dan komt er een verandering. Via een kennis komt Abel in een andere plaats terecht. Een plaats hier vlakbij, in Groot-Ammers. Hij krijgt daar een klein appartementje waar hij kan wonen. Abel voelt zich opeens zo rijk. Een huis voor hem alleen. En er zijn vriendelijke mensen die hem helpen met zijn huis in te richten. En ze helpen met boodschappen doen. Hij gaat zich langzaam thuis voelen in deze nieuwe woonplaats. Eindelijk lijkt het alsof er echt een lichtstraaltje komt in Abels donkere leven. Er zijn lieve mensen die hem meenemen naar de kerk. Dat is mooi. Hier begrijpt hij eerst helemaal niet zoveel van. Maar er komen jonge lui naar Abel toe en ze vragen of hij meegaat naar de jeugdvereniging. Zo krijgt hij zelfs echte vrienden. Ondertussen doet hij steeds heel goed zijn best om de Nederlandse taal te leren. Het gaat steeds beter. Hij gaat ook begrijpen waar het over gaat in de kerk. Er zijn mensen die hem veel vertellen over de Bijbel en vooral over de Heer Jezus. Wat vindt Abel dit mooi? Er begint een licht te schijnen in zijn hart. Hij hoort dat de Heer Jezus naar de aarde kwam als een klein kindje. Hij werd geboren in Bethlehem. Al heel snel moest de Heer Jezus vluchten, dat weten jullie wel. Net als Abel. Het leven van de Heer Jezus was niet makkelijk. Hij is gestorven aan het kruis. Hij werd begraven. Maar hij is ook opgestaan uit de dood. Eerst was alles zo donker voor Abel. Zijn huid, zijn toekomst en zijn hart. Maar nu heeft de Heer Jezus zijn hart licht gemaakt. Zijn huid is nog net zo donker als toen hij in Soedan woonde. Maar op zijn gezicht zie je een blijdende, stralende lach. Zijn toekomst is lichter, hij heeft werk gevonden en hij verdient zijn geld op een eerlijke manier. En hij is vriendelijk voor iedereen en helpt iedereen. Zijn hart is zo licht en zo blij, dat komt omdat de Heer Jezus daarin mag wonen. Ja, als de Heer Jezus in je hart mag wonen, dan ben je pas echt gelukkig. Dan wordt het donker verdreven en dan is het voor altijd licht.
Wat was het mooi om al die psalmen en liederen te horen van jullie. Prachtig. Wat hebben jullie je best gedaan, jongens en meisjes? We hopen dat ieder thuis net zo heeft genoten en dat het onze harten heeft geraakt. Ik wil ook iedereen bedanken die op welke manier dan ook meegeholpen heeft om deze avond mogelijk te maken. We denken hierbij ook aan de kerkvoogdij. Ook in deze tijd is het niet altijd even makkelijk. Bedankt ook voor het openstellen van het kerkgebouw. En ook verder die iedereen een taak heeft gehad, allemaal hartelijk bedankt. We willen bovenal de Heere God bedanken. Dat zullen we nu dan ook doen. Grote en almachtige Heere in de hemel, aan het einde van deze avond willen we u danken voor alles wat u ons heeft gegeven. Dat u heeft geholpen bij het zingen, spelen en dat de kinderstemmen zo mooi uw lof mochten vertellen door het zingen heen. We willen u eerbiedig vragen of u de verkeerde dingen van vanavond genadig wil vergeven en of u de goede dingen wilt zegenen. Gaat u ook mee met ons naar huis en wilt u ook in onze huizen zijn, ook als we misschien alleen zijn en het straks stil zal zijn in onze kamer. Wilt u dan in het bijzonder dichtbij zijn? We bidden u of u ons een gezegende zondag wilt geven, dat we niet zullen vergeten dat u voor ons zorgt en ons onderhoudt. Dat u naar ons mensen wilt omzien in genade. Dank u wel, Heere, voor al uw goede gaven. Dit alles bidden en danken we u. Om Jezus wil. Amen. Er zal nu nog worden gezongen Psalm 42, vers 1 en 5.